Vanavond om 7 uur is hier de beursvloer gemeente Hardenberg geopend. Wat houdt die beursvloer precies in? Nou, de beursvloer is een plaats, een plek zeg maar, die we gecreëerd hebben, waar organisaties en ondernemers matches kunnen maken. En dat zijn het matches, organisaties mogen alles vragen, maar geen geld. Maar ondernemers vragen er ook wat tegenover, dus er moet ook een tegenprestatie tegenover staan. Dus dat is eigenlijk het principe van de beursvloer. Maar waar komt dit idee vandaan nou? Nou, het idee is niet van ons, het is een landelijk principe, zeg maar. Het is een concept. Landelijk worden overal beursvloeren georganiseerd. En nou, in 2012 of 2011 hebben wij bij de stuw gedacht van, dat moeten we ook eens naar Hardenberg halen. Toen zijn we in contact gekomen met de gemeente en met Stichting Present. En vandaar dat toen in 2012 de eerste beursvloer georganiseerd is. En die eerste beursvloer was toen in? Die was toen in het LOC in Hardenberg. En de tweede was in 2013, die was in de evenementenhal. Maar we wilden ook heel graag, ook eens aan deze kant van de gemeentegrens zeg maar, halen. Dus vandaar dat we gemeente hebben van, we gaan het nu in Dedemsvaart organiseren. Nou, en zo te zien is het een heel groot succes. Want zoals je begrijpt komt hier vanavond ook een stand uit, hè, wat het allemaal opgebracht heeft. Ja, we hadden net al een tussenstand. Hè, toen we op de helft zaten, zaten we op ongeveer 53 matches. Met een waarde van, nou dat ben ik even kwijt, maar volgens mij was het iets van €30.000 of zo. Nou, dat lijkt wat weinig in vergelijking met vorige keer. Maar er zijn nu ook minder organisaties en minder ondernemers. Dus in verhouding zijn we volgens mij komen op een heel mooi eindresultaat uit. Maar als mensen nou meer informatie willen, waar kunnen ze dan naartoe? Als mensen meer informatie willen, dan kunnen ze altijd of naar de website beursvloerhardenberg.nl. En anders een telefoontje naar de stuw of naar Stichting Present. En dan krijgen ze alle informatie die ze maar willen. Want het is natuurlijk ook mooi dat het niet alleen bij vanavond blijft. Maar dat organisaties en ondernemers ook na de beursvloer nog contact hebben. Als ze een match hebben gesloten, dan moet er nog een contact uitrollen. Dus dan moet het nog uitgevoerd gaan worden. En we hopen dat het dan ook een langere, dat ze een langere relatie aangaan. En dat alles met een gesloten beurs. Mooi toch? De beurs die winst oplevert voor iedereen. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel, jij ook. 4, 3, 2, 1, op de urenring. 82 matches in minder dan 2 uur tijd met elkaar tot stand gebracht. Met een maatschappelijke waarde van €62.000 en €650. Dus ik denk dat we met elkaar kunnen riskeren. Fantastisch.